Ach, het was in het begin gewoon ontspanning. Alles deed zeer, elke beweging. En om mijn hoofd ergens anders bij te hebben. Dus het was ontspannen. En het zijn allemaal 5 pensionado's en allemaal relaxte kerels. Eerste half uur over al je kwaaltjes en onzin lullen. En dan zo. En nou afgelopen en nou een beetje muziek maken. En ook een beetje covers, maar iedere keer ontstonden de nieuwe nummers. En dan, ja, het is toch ook zonde om daar niks mee te doen. Dus er ontstond langzaam het punt om het idee om, toch een plaat maar weer te gaan maken. En optreden, dat doe je met inderdaad je eigen liedjes, maar dat optreden, dat werk je samen naar een soort coïtus of een seks of ware liefde. Het is iedere keer dezelfde handeling, maar het is toch, blijft geweldig om te doen. En met een publiek werk je samen naar een soort apotheose, een soort hoge coïtus, hoogtepunt. En dit is meer de voldoening hiervan is iets intellectueler. Maar als je het allemaal bij elkaar, als ik straks het boek in mijn handen heb, dan heb ik wel tevreden. Dat staat ook in het boek, dat is iets waar je nooit moet zijn. Het kan altijd beter, maar een zekere voldoening zal ik wel hebben.